over Betuwe biedt regeling voor financiële hulp, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. De HAN onderzoekt waarom. Woon je in de gemeente Overbetuwe en heb je geldzorgen en geen ondersteuning vanuit de gemeente, dan ben je hard nodig. Er is een onderzoek gestart vanuit de Hogeschool Arnhem-Nijmegen om uit te zoeken waarom inwoners geen gebruik maken van gemeentelijke regelingen voor financiële hulp. Iets waar veel mensen wel recht op hebben en ze enorm kan helpen. Bas Cassius en Amber Omen, onderzoekers binnen de HAN, zoeken uit waarom mensen zich niet melden en zoeken hiervoor ervaringsdeskundigen. Nou, wij willen graag dat mensen meer gebruik maken van de minimaregelingen die de gemeente Overbetuwe heeft. Als je alleen moet rondkomen van een bijstandsuitkering of van een AOW-uitkering, is het niet zo makkelijk. Zeker niet gezien de inflatie nu en de oplopende kosten. En die minimaregelingen die kunnen daar net een steentje aan bijdragen om wat meer lucht te hebben. Financiële hulp en ondersteuning is er dan wel, maar wordt niet genoeg benut door de mensen die het nodig hebben. En dat moet anders, vinden Bas en Amber. De gemeente kan dan voorzien in hulp. En met dit onderzoek willen we eigenlijk ervoor zorgen dat meer mensen ook gebruik maken van de hulp die de gemeente biedt. Als we inzicht hebben in waarom die regelingen niet gebruikt worden, dan kan de gemeente daar misschien iets aan doen, zodat ze wel gebruikt gaan worden in de toekomst. Dit onderzoek kan dus zorgen voor verandering. Die leidt naar verbetering en vooruitgang. Eens bekend wat de oorzaken zijn, kan er wat aan gedaan worden. Toch zitten er wel enige vereisten aan potentiële deelnemers. Je moet inderdaad onder een bepaald inkomen zitten. Dus 1985 euro voor een gezin. En als je alleenstaand bent, gaat het om een bedrag van even spieken 1390 euro. Dus als je inkomen daarop of daaronder zit, en dat kan dus in de vorm van een uitkering zijn of gewoon inkomen dat je krijgt omdat je werkt, dan kun je meedoen met het onderzoek. Maar nog heel belangrijk daarbij is om te vermelden dat het ook gaat om mensen die dus nog geen gebruik maken van die regelingen. Dus we komen heel graag in contact met mensen die nog geen gebruik maken van die regelingen, zodat we erachter kunnen komen, nou waarom niet? Wat zit daar nou achter? En hoe zou het nou beter kunnen? Aanmelden kan door Amber of Bas te bellen of te appen via het onderstaand nummer. Deelname aan het onderzoek kan ook anoniem plaatsvinden. Nou, we stellen ze natuurlijk eerst op hun gemak. Eerst heb je contact via de telefoon of de app. Bellen we een keer, dat we elkaar een beetje leren kennen. En dan maken we een afspraak voor een interview, waarbij we ook elkaar eerst wat leren kennen, wat vragen stellen, zorgen dat iemand zich op zijn gemak voelt. Het is ook zo dat je tijdens het interview altijd mag stoppen. Dus als je toch denkt van nee, toch niet, op elk moment tijdens het interview mag je zeggen, nu niet meer, stellen wij geen vragen, stoppen we gewoon en is het ook prima. Een deel van de Nimbus Flat aan de Spoorstraat in Nijmegen is dinsdag in alle vroegte ontruimd. Bewoners van 8 etages moesten naar buiten omdat aan één van de appartementen brand was uitgebroken. Die is ontstaan in de keuken. De brand veroorzaakte veel rook in de woontoren nabij het Centraal Station. Daarom moest een groot deel van de bewoners uit voorzorg naar buiten. Ze zijn opgevangen op het politiebureau aan de Stieltjesstraat. Mensen liepen rond in pyjama's en met dekens om zich heen. De brand woedde op de 10e etage van de Nimbus Flat. De oorzaak van de brand is niet bekend en er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer gaat nog wel voor dat zij terug kunnen keren. Alle woningen die ontruimd zijn controleren op CO. Schoot een automobilist in Nijmegen recht in de lucht of gericht op een medeweggebruiker naast hem? Het Openbaar Ministerie is overtuigd van het laatste. Dus klinkt er voor de rechter wegens poging tot doodslag en illegaal wapenbezit een eis van 36 maanden cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De 21-jarige verdachte zou op 29 maart van dit jaar op de Nassau-singel van achter het stuur een schot hebben gelost. Hij ging er daarna vandoor en gooide onderweg het vuurwapen uit de auto. Agenten reden vervolgens hem klem op de Van Bergenstraat. In de woning aan de Herbendaalseweg in Groesbeek ligt waarschijnlijk een grote hoeveelheid vuurwerk opgeslagen. Uit voorzorg is dinsdag aan het begin van de middag besloten om de gehele straat af te zetten. En bewoners van omliggende panden moesten hun huizen verlaten. De brandweer is pas sinds 1 uur vanmiddag aanwezig in de buurt van het pand. Een van de brandweermannen stelt dat het gaat om een vuurwerkpartij van 75 kilo met onder meer 1200 cobra's. Wat netjes in de verpakking zit is niet zo spannend om af te voeren, maar de rest laten ze liggen voor de EOD.
In een tijd waarin de SRV-wagen uit het straatbeeld verdwijnt, houdt Joop Leenders de nostalgie levend met zijn supermarkt op wielen. Zijn pronkstuk uit de jaren 70 maakt een blijvende indruk in onze regio. Deze wagen blijft nog wel even rondtoeren, gelukkig, want voor zijn klanten is het een bittere noodzaak. Generaties lang rijdt deze SRV-wagen trouw zijn vaste route. De kleine rijdende supermarkt wordt al die tijd door dezelfde familie gerund. Wij rijden van wel bij Limburg tot aan Arnhem. En alles daartussenin ongeveer. Vooral mensen die aardig op leeftijd zijn maken gebruik van deze dienst. Senioren. Dus mensen die iets moeilijker te been zijn en bij wijze van waar de kinderen iets verder van weg wonen. Dus dat, ja, daar komen wij aan de hoek kijken. Dus ja, dan een beetje ontzorgen in dat opzicht. En die betrokkenheid wordt gewaardeerd. De modernere bezorgdiensten van grote supermarktketens kunnen daar volgens deze klanten niet aan tippen. Prima. Ja? Hij is behulpzaam en heel aardig, man. Mag ik naar binnen? Ik rijd niet zelf. Dus ja, en ik kom twee keer in de week, dus ik vind dat wel fijn, hoor. Ja. En super deluxe. Ja, je kunt alles krijgen hier. En als het er niet is, dan neemt hij het de volgende keer mee. Ik heb krukken, dus ik kan er goed naartoe lopen. En hij maakt het briefje al klaar. Of dat heb ik al klaargemaakt, een briefje. Geef ik af en dan ga ik hier zitten. En dan komt hij later met de boodschappen. De SRV-wagen dient dus niet alleen maar als supermarkt, maar heeft ook een sociale functie. Toch is er een sterke afname te zien van deze wagens. Ja, er waren er in de hoogste tijd 2500 in Nederland en nu zijn er nog maar 99. Dus ja, ja, als ik me niet vergis, bij de omtrek, ongeveer binnen een straal van 100 kilometer, zijn er geen wagens meer. Dus ben ik de enige, zullen we zeggen. Het is allemaal digitaal geworden. En alleen, ik merk wel dat de vraag komt alweer steeds meer terug. Hè, de kleine buurtsupertjes die uit de dorpskernen verdwijnen. En ja, daar kan een grote supermarkt natuurlijk niet bestaan, zo'n kleine dorpskern. Maar ja, als ik daar om de hoek kom kijken, dan is van, ja, dan kan ik die service nog wel bieden. Voorlopig zal deze wagen de mensen in de regio nog voorzien van boodschappen en een stukje nostalgie. Ja, en van de SRV-wagen blijven we nog even bij de oude voertuigen. Want in Wijchen was het dit weekend weer Oude Voertuigendag. Tientallen oldtimers verzamelden zich in de kasteeltuin en trokken gezamenlijk de regio in. Nou, ze staan hier omdat ten eerste iedereen die zo'n oude auto heeft, die is heel erg trots op zijn autootje. En die wil hem graag aan het publiek, aan het overige publiek, showen. En verder, ja, ze zoeken elkaar ook op. Wanneer mag je meedoen aan deze dag? Nou, je mag altijd meedoen, mits je een voertuig hebt wat ouder is dan 25 jaar. En dan kunt u gewoon inschrijven op de dag zelf of via voorinschrijving. En dan bent u van harte welkom. De Oude Voertuigendag is niet alleen bij het kasteel. De deelnemers kunnen zich ook inschrijven om een route te rijden. Nou, een route rijden die zetten we van tevoren uit. Vandaag, deze keer hebben we een route gehad door het Maas en Waal. Naar beneden Leeuwen, Maasbommel, al die dorpen, Herne. En zo'n rondje van ongeveer 85 kilometer was het. En daar is iedereen dus heel tevreden over. Het gaat puur om een mooie omgeving en zoveel mogelijk hele rustige weggetjes. We komen nooit op snelwegen. We proberen zoveel mogelijk binnenweggetjes te nemen. Langs boerderijen, mooie gebouwen, oude molens, kastelen, een stukje dijk, niet te veel, want we moeten rekening houden met fietsers. Tijdens deze dag zijn er ook prijzen te winnen in verschillende categorieën. De burgemeester van Wijchen was aanwezig om de prijzen uit te reiken. Ja, erg leuk. En het is natuurlijk heel fijn dat je mensen ook nog kunt belonen voor alle moeite die ze stoppen in hun passie, hun auto. En je ziet gewoon die ogen glimmen en hoe blij zij ermee zijn. En ik vind het vooral ook erg leuk dat de auto zelf natuurlijk ook een prijs kreeg. Een pak met olie. Ik hoop dat het de goede is, maar dat zal wel goed komen. Deze dag wordt door mensen uit het hele land bezocht.
Onder de rijders komen ze uit heel Nederland. We hebben rijders uit Zeeland, uit Noord-Holland. We hebben er uit Oldenzaal. Dus ze komen eigenlijk nog wel een beetje uit alle windsteken. Die is een Ford F100 van 1965. Heb je hem ook al sinds die tijd? Nee. Ik heb hem sinds een jaar. En we hebben hem wel helemaal gerestaureerd. Nou, de auto is van mijn oom geweest in Australië. Hij is in 1969 geëmigreerd. En mijn oom heeft de auto gekocht in 1976. En die heb ik gehad tot 2010. En toen heb ik hem gekregen. En was hij toen ook in deze mooie staat? Nee. Ik had er 14 jaar over gerestaureerd en dit is eigenlijk de eerste show waar ik met de auto kom. Oldtimers zijn niet alleen maar voor oudere mensen. Jongeren zijn er ook in geïnteresseerd. De jeugd komt veelal alleen maar voor de Amerikaanse voertuigen. De ouderen komen echt voor de oudjes, zoals ze hier ook achter je staan. En ja, zo'n Messerschmittje, ja, dat doet gewoon wat met je. Dat heb je als kind ooit door het dorp zien rijden. En dat wekt zoveel nostalgie op. Daar wil iedereen naar kijken. En dan de berichten die we op de sociale media vonden. Op termijn is het niet meer toegestaan om in bepaalde gebieden van Nijmegen met een oude brom- of snorfiets te rijden, bijvoorbeeld in het centrum. De gemeente biedt daarom een subsidie aan mensen die hun voertuig vrijwillig willen laten slopen. Op Facebook melden zij vandaag dat er al zo'n 80% van het budget voor 2023 inmiddels op is. Mensen die hiervan gebruik willen maken, moeten dus niet lang meer wachten. De gemeente Overbetuwe wil in gesprek gaan met ondernemers in de agrarische sector. Ze laten op Facebook weten te begrijpen dat veel boeren en tuinders zorgen hebben over hun bedrijf en de sector waarin ze werken. Op 21 september is daarom een startbijeenkomst in de Bongerd in Heteren, waarin de boeren en tuinders aan het woord worden gelaten. Jezelf hiervoor aanmelden kan nog tot aanstaande maandag. De gemeente Bergendal kondigt online alvast de Vitaliteitsdag aan, die op 23 september plaatsvindt in Millingen aan de Rijn. Tussen 1 en 5 uur zijn er gratis workshops voor een vitaal leven en kunnen mensen ervaringen wisselen aan de koffietafel. Je dient je hiervoor wel voorafgaand aan te melden. Nadat de temperatuur vandaag al een klein stapje terug heeft gedaan, krijgen we ook vanavond en vannacht nog enkele verkoelende buien. De weersomslag zal vooral morgen goed te merken zijn. Nadat de laatste buien in de ochtend wegtrekken, wordt het weliswaar zonnig, maar slechts met een graad of 20. In de nacht naar donderdag kan het zelfs afkoelen naar een graad of 6. Richting het weekend stijgen de temperaturen weer en wordt het zelfs weer een zomerse 27 graden op zaterdag. Het weer blijft verder nog even stabiel en zonnig. Pas volgende week koelt het weer af en is er weer kans op wat buien. Ja, tot zover het RN7 regio nieuws van dinsdag 12 september. Het laatste nieuws uit de regio vind je op onze website rn7.nl en in onze gratis RN7 app. Morgen zijn we weer bij je terug. Graag tot dan!